Leven en dood tijdens de kerstdagen, 15 december. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Johannes 10, vers 10. Toen ik net aan het schrijven van deze overdenking wilde beginnen, kreeg ik te horen dat Marion Newstrom zojuist was overleden. Marion en haar man Elmer maakten langer deel uit van onze gemeente dan de meeste leden die nu nog in leven zijn. Ze is 87 jaar geworden. Marion en Elmer zijn 64 jaar getrouwd geweest. Toen ik Elmer sprak en zei dat hij krachtig moest zijn in de Heere en de moed niet moest verliezen, zei hij: "Hij is mijn trouwe vriend." Het is mijn gebed dat alle christenen aan het eind van hun leven kunnen zeggen: "Christus is mijn trouwe vriend." Iedere adventsperiode word ik bepaald bij het overlijden van mijn moeder. Aan haar leven kwam plotseling een eind. Op 56-jarige leeftijd kwam ze om het leven bij een busongeluk in Israël. Het was 16 december 1974. Het is alsof het gisteren gebeurde, ook na zoveel jaren nog. Als ik mezelf laat gaan, beginnen de tranen al snel te vloeien. Bijvoorbeeld als ik bedenk dat mijn zonen haar nooit gekend hebben. We hebben haar op de dag na kerst begraven. Wat een dierbare herinneringen heb ik aan dat kerstfeest. Met kerst voelen we het gemis van geliefden vaak sterker dan op andere dagen. Verdring je verdriet niet. Laat het over je heen komen. Geef je gevoel de ruimte. Wat betekent liefde nog als het geen invloed heeft op onze emoties, zowel in leven als in sterven? Maar alsjeblieft, wees niet verbitterd. Het tragische van verbittering is dat het jezelf vernietigt. Jezus kwam met kerst opdat wij het eeuwige leven zouden hebben. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Johannes 10, vers 10. Elmer en Marion hebben samen besproken waar ze hun laatste jaren willen doorbrengen. Elmer zei: "Marion en ik hebben besloten dat onze laatste woonplaats bij de Heere zal zijn." Verlang jij naar huis? Verschillende leden van ons gezin komen voor de feestdagen naar huis. Dat geeft ons een heerlijk gevoel. Ik denk dat zoiets zo heerlijk voelt, omdat zij en ik in het diepst van ons wezen gemaakt zijn om echt thuis te komen. Alle andere keren dat we thuis komen zijn een voorsmaak. En voorsmaken zijn heerlijk. Tenzij het bij voorsmaken blijft. Laat de heerlijke dingen van deze kerstdagen de uiteindelijke, alles vervullende heerlijkheid niet vervangen. Laat elk verlies en elke vreugde je hart richten op de thuiskomst in de hemel. Kerst, wat is het anders dan: "Ik ben gekomen opdat ze leven hebben"? Marion Newstrom, Ruth Piper, jij en ik. Dat we het leven zouden hebben, nu en tot in eeuwigheid. Maak het heden deze kerst rijker en dieper door te drinken van de fontein die van eeuwigheid is. Het komt zo dichtbij. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofstoerusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl.